Ja, het is natuurlijk erg zorgwekkend. Hè. De toestand is heel serieus. En we zijn nu in bespreking om zoveel mogelijk oplossingen te bekomen om ondernemingen toe te laten om te overleven. Daar gaat het werkelijk om. En we moeten weten waarover we praten. We spreken vandaag over een noodzaak van 223 miljoen per maand aan zuurstof voor ondernemingen, financiële zuurstof, om te overleven. 223 miljoen per maand, dat wil zeggen, het gaat over 44.600 jobs in Brussel. Dus de maatregel die wij nu voorstaan, is eenvoudigweg zoveel mogelijk zuurstof geven aan ondernemingen tijdens de volgende dagen, weken, maanden misschien. En het voorstel, concreet voorstel van BES is gewoon, schaf de belastingen af, lokaal, regionaal. Zoveel mogelijk belastingen afschaffen waarmee ondernemingen geld kunnen vrijmaken voor andere activiteiten. Mensen aan boord houden, activiteiten toch levendig te houden. Dus vandaag vragen wij aan de regering, en wij hebben al een positieve reactie gekregen van de regering in de taskforce, om inderdaad te gaan kijken welke taksen kunnen afgeschaft worden. Bovendien denken wij dat dat een redelijke maatregel is. Er is een proportionaliteit. Mensen die veel belastingen vandaag betalen, of gisteren betalen, zullen meer zuurstof krijgen. Mensen die iets minder belastingen betalen, zullen minder nood hebben aan financiële middelen. Dus dat is een concrete piste die vandaag op tafel ligt en waar wij op termijn binnen de volgende dagen werkelijk uitsluitsel vragen. Alles wat wij vandaag doen is voor de Brusselse economie, leden of niet leden. Iedereen is welkom bij ons met de vragen die ze hebben om eventueel hun activiteiten te kunnen voortzetten, om acties te ondernemen, om eventueel vragen aan de regering voor te leggen. En zeker ook voor alle goede praktijken. Als u oplossingen verneemt waarbij ondernemingen creatief bezig zijn, een restaurant dat nu overgaat naar een takeaway bijvoorbeeld, dat zijn allemaal zaken die inspirerend kunnen zijn voor anderen en die ondernemend Brussel opnieuw kunnen helpen. U ziet het achter mij, onze mensen zijn volop bezig met het contacteren van ondernemingen, vragen beantwoorden en zorgen dat de economische activiteit verder blijft volgen. We zullen afwachten wat de maatregelen voor de komende dagen volgen, maar vandaag staan we op post. Dank u. Dank u.